Vlag gaat weer omhoog. En de start is gevallen. Goede start aan de binnenkant direct van de favoriete Jumila. Die direct de leiding neemt met Dennis Minema. Ook een goede start van Pieter Wit. En ook paard nummer 3. Levi Europort heeft een goede start gekend. Perfecte start vanuit de tweede band is er voor Caroline Albers met de nummer 8. Juliet. Uitgeschakeld nummer 10. Nummer 10 galop. Nummer 1, Jumila heeft makkelijk de leiding voor Pieter Wit. Pieter Wit die de laatste keer derde werd achter Jumila. Toen moest hij 25 meter geven en nu ligt hij gelijk al op de rug van de favoriet. Jumila heeft de leiding voor Pieter Wit. Daarachter zien we Levi Europort met op de vierde plek Caroline Albers en haar paard Juliet. Daarachter zien we Hint Beukenswijk, Jordi Grauw, Inflation. En daarachter zien we nog paard nummer 2, Moenak, Lolas. Alle paarden liggen achter elkaar in het eerste spoor. En de leiding is voor Jumila. Jumila heeft de leiding en oogt erg fris. Ze heeft makkelijk de kop voor Pieter Wit. Derde paard ligt de Levi Europort. Die drie paarden liggen 3-4 lengtes voor op Juliet. Die drie paarden vooraan hebben een kleine voorsprong genomen. En het is de taak aan Juliet om dat gat dicht te lopen met Caroline Albers. En daarachter zien we Hint Beukenswijk. Nog altijd op zijn vijfde stekkie. Met nog steeds aan de leiding Jumila en Dennis Minema. Jumila nemen de paarden weer de bocht door en komen straks weer aan u voorbij. Langs de tribune hier in koers 6 de Potato Company / interieurarchitect CWV prijs. Het is de vierde meeting van Emmeloord. Het is de laatste meeting en we gaan kijken of er nog een spektakel gaat beginnen. Daarachter in het veld zien we Inflation naar buiten maken en die maakt op het moment een galopade. Ook licht naar het tweede spoor gaat Giel Wildhagen met zijn paard Jordi. Nummer 7 galop. Paarden zijn weer voor de tribune en hebben nog één volledige ronde te gaan met nog altijd Jumila aan de leiding. Jumila heeft de leiding en daarachter volgt nog heel makkelijk. Pieter Wit met erachter Levi Europort, Juliet. Nu op dit moment gaat Danny Brouwer ook naar het tweede spoor met Hint Beukenswijk. En dat is de ideale gangmaker voor Giel Wildhagen met zijn paard Jordi Grauw. Laatste paard ligt aan de binnenkant. Moenak Lolas met de Belgische gast Robin Lembrechts. Die op het moment een kleine galopade maakt. Leiding is toch altijd voor Dennis Minema. Nummer 2 galop. Dennis Minema met Jumila die de laatste keer op Emmeloord wist te winnen. Daarna was het raak in Wolvenga. En zal het vandaag dan ook weer op die laatste meeting hier in Emmeloord gaan lukken. Het heeft er alle schijn van. Of moet die Pieter Wit nog wat uit de hoge doos gaan toveren met Aad Pols die er nog verdacht goed bij ligt. Buitenom zien we nog steeds Hint Beukenswijk en vierde paard ligt de Levi Europort. En op het moment gaat Jordi Grauw ook nog naar voren. En Jumila gaat dan straks als halverwege de laatste bocht door met Dennis Minema. Krijgt op dit moment nog steeds de druk van Hint Beukenswijk. En kijken of Aad Pols dan nog ruimte kan gaan vinden met zijn Pieter Wit. Pieter Wit gaat naar het tweede spoor. Pieter Wit gaat naar het derde spoor. En kan hij dan misschien nog een keer die favoriete Jumila op de knieën te krijgen? Het is nog steeds Jumila aan de binnenkant die sterk gaat. Heeft nog steeds 1, 2, 3 lengtes voorsprong. En dat ziet er nog gezond uit. Maar helemaal aan de buitenkant komt er gevlogen de nummer 3. Levi Europort. Levi Europort maakt het fantastisch af. Maar we worden tweede achter de 1 Jumila. Jumila wint nummer 1 voor de 3 en de 8. En dat is voorlopig.